Ik heb het vroeger vreselijk eigenwijs brouwen genoemd. Mijn bier heet het derde bier. En die naam is heel bewust gekozen. Want de eerste bier wat je op een dag drinkt, dat moet natuurlijk perfect smaken. Het tweede bier moet daar een beetje op lijken. En bij het derde bier wordt het allemaal niet meer zo belangrijk. Mijn derde bier. Ik brouw al vanaf 1989, dus bijna 30 jaar. En die flesjes, was dat toch een straf. Och. Dus ik moet nu wel, elke keer als ik bier wil hebben, moet ik de keldertrap in de kelder, om me heen lopen en dan weer terug. Heb ik gelijk met beweging. Maar het proces gaat eigenlijk vrij eenvoudig. Ik overtreed een aantal brouwregels echt heel erg fors. De belangrijkste die ik overtreed is dat ik niet kook, maar de mais van 45 graden naar 95 graden breng. En dat rustig gedurende 8 uur zo laat lopen. En dan is dus die mais met al die puntjes waar die tannine in zou zitten, is dus helemaal doorgekookt. Alles is steriel, dat is mijn grote voordeel. En ik heb geen spoelstappen meer nodig. Ik hoef het verder niet meer te steriliseren, behalve dan wat ik straks ga vertellen. En het is verschrikkelijk makkelijk. Uiteindelijk ben ik iets van 15 minuten bezig voor 15 liter bier. Nou, we gaan malen. Dat doen we door de maalinrichting aan te zetten. En daar is het knopje malen voor. Wat er dan gebeurt is dat er gemalen wordt. In deze silo past 50 kilo mout en ik kan in deze silo niet mengen, dus het blijft gewoon dezelfde hoeveelheid mout. Ik heb er maar één mout en dat is die Vienna mout van de Swan. En die zakt heel langzaam naar beneden door deze maalinrichting. Ja, en dat zit hier allemaal beneden. Vreselijk moet je dat zien. Daaronder zit een motor, die zit een beetje onder het stof, maar dat hoort zo bij het malen van mout. En die drijft een hele eenvoudige schijvenmotor aan, schijvenmaalinrichting. Dus het is geen walsinrichting, maar een schijveninrichting. En het resultaat van het malen, dat ziet er ongeveer zo uit. De korrels zijn redelijk gebroken. Maar je ziet er ook redelijk grote vriesstukjes tussen zitten. Het zal geen optimale maling zijn, maar ik heb er mijn methode van filteren totaal geen last van. Het gaat allemaal vanzelf, want ik gebruik daar vaak niet voor. Ondertussen maken wij het maisvat schoon. Dat wil zeggen, zuigen daar het water uit. En dat zal er niet mee van, want ik hoop dat de pomp die het water uit dit vat weghaalt, dat hij het erin doet. Dat doet hij. We spoelen met water. Je ziet dat het maisvat niet schoon is. Dat is een bepaald geloof. Het hoeft namelijk niet. Dit vat wordt namelijk, doordat ik door mais tot 95 graden, altijd steriel. Dus wat er ook aan rotzooi in zit, en zoals je ziet is dat vrij veel, dat wordt allemaal prachtig schoon. Ondertussen is de maisketel voldoende gespoeld. Ik kan de trap uit, de pompen uit. Ja, en dan komt het water weer terug. Een klein stukje, maar dan komt dat er geen terugslagklep in zit. En ik zit hier onder het maaiveld. Oftewel, de triool zit hoger. Dat wil zeggen, hij zit niet verbonden met de triool, maar de uitvoerslang zit hoger. Dus dan komt er wat terug. Nu komt deze, voor de afsluiting, komt deze klep erop. Dat is een, zoals alles zelf gemaakt is, een soort dubbele klep met een nauwelijks te herkennen siliconen rubberachtige ring. En die moet er op een bepaalde manier in. Dat is deze manier. Nu is die afgesloten. En later, als ik klaar ben met het filteren, met het maisje, heb ik dus een hele dikke pap. En dan moet ik hem er in één keer uit kunnen trekken. Deze haak, gepatenteerd. Let op. 1, 2. Oh, sorry. 1, 2. 1, 2.
Nee, ik heb je erbij. Fantastisch. Soms iets nadenken, anders allemaal. Goed te vragen hoor. Nou zit hij erin. En we zijn bijna klaar voor het maischen. Dat gaat als volgt. Om onze, om mijn huisgenoten niet al te veel te storen met vies gestink, heb ik een afzuigkanaal gemaakt. Dus hierboven zit een afzuigkanaal. Ik heb hier een klepje. Het klepje kan ik bedienen met dit touwtje. Ja, als je dat geniaal hebt. Dat is nou geniaal, zo'n klepje. Let op. Het klepje is een terugslagklep, want hij is verbonden met een... afvoerkanaal. Ergens in het afvoerkanaal zit een ventilator. Die zit ergens daar. En die gaat dan via zo'n kruip gaat naar buiten. En hier zit een schakel voor die ventilator. En je hoort hem. Dat gaat geweldig. Het vooral met spinnenwebben. Dus een goede brouwerij zit vol met spinnenwebben. Echt heerlijk. Dit is dus het maalsel. En het maalsel gaat bij in gebruik zijnde ventilator, wordt hier ingestort. En zoals je al ziet, dat stuift dan behoorlijk. En die stuif wordt keurig afgezogen door de reeds eerder benoemde ventilator. Nu moet er warm water bij. Achter u hoort u de gijzer kreunen en kraken. De gijzer is helemaal kemakeur. Het is echt de gasunie komt hier elke twee weken langs om te kijken of alles goed is. En na een half uur inspectie gaan ze straaldronken weer de deur uit. Het is dus allemaal helemaal goed. Dit is een deksel met daarin een roer mee geweest. Maar als ik hier aan draai, dan zie je dat het roert twee lepels. Roerlepels. En de later ingebouwde fluxers. Die fluxers zorgen ervoor dat er ook een verticale stroming plaatsvindt. Heel lang over nagedacht. En dat werkt nog steeds niet helemaal precies. Maar wat je hier nog ziet is een huls waarin de temperatuurmeting gestopt wordt. Dit is een gat waarmee ik later de hop kan toevoegen. In de eerste fase is het een afluchting voor de maisdamp die ontstaat. En die gaat via een apart kanaal, een gele slang, die u hier ziet hangen, naar de wc, daarboven ergens. De wc heeft een wc-ventilator en voert al die gasachtige spullen voert die af. Onbegrijpelijk ingewikkeld. En toch helemaal werkelijk. Nou, we hebben dus inmiddels het maischvat bijna geheel gevuld. En wat we dan doen is, we doen de kraan dicht. Dat is altijd heel belangrijk. De kraan die dicht doet, een reuzenprobleem. We stoppen dit ding, dit roerarium, stoppen we op de juiste wijze op het vat. Daar komt nu deze schroef van pas. Daar druk ik hem tegenaan. Want nu gaan er een aantal dingen gebeuren om het vat te roeren. Die roerlepels heb je nog scherp in beeld, hoop ik. En dan gaan we de roer aanzetten door op de schakelbord, het hyperdynamische schakelbord, de klep roer om te zetten. Wat er nu gebeurt is vrijwel volledig geautomatiseerd en door deze schroef glijdt het deksel niet die kant op. Ja. Hier zit mijn meetinstrument, oftewel K-element. En die kan ik hier betätigen, in het Duits. Daar kun je zien wat voor temperatuur die heeft. Ik heb dat net ingestopt, dus hij is nog maar 25 graden. Maar hij stijgt als een gek, want het is ongeveer 46 graden. En dit is dus die Wasembrudendampfabführung. Sorry dat het allemaal in het Duits moet. Die gaat erin en die gaat, ja, het is nauwelijks te zien, via een aparte slang. Ergens hier. Sorry, ja. Ergens hier. Via de muur, het is namelijk een eigen huis, dus je mag dat zoveel mogelijk verrabbezakken. Het is zo fijn als je een eigen huis hebt en het afdaalt. En dan kun je gewoon klooien wat je wilt. Dat is belangrijk. Ja. Dit is eigenlijk het systeem. Oh ja, sorry, ik vergeet natuurlijk iets heel belangrijks. Namelijk de verwarming. Hier zit een stekker.
Ik doe alles met losse stekkers. Waarom weet ik niet? Ik ben te lui om schakelaars te maken. Die stekker die gaat erin. En ik stop er hierin. En daar gaat een lampje aan. Die is geweldig. Komt ie. 1, 2, 30. Dat lampje geeft mij de indicatie dat het verwarmingselement daaronder aan het werk is. En dit blijft nu gedurende 8 uur zo staan. En daar maak ik dus die grootste fout. Ik haal veel te veel tannine uit mijn mais, uit mijn mout. En daardoor smaakt het bier, net gehoord, na 20 jaar hetzelfde bier, nogal samentrekkend. Ik ben überhaupt een beetje samentrekkend, dus ik weet hoe dat voelt. Als ik die 8 uur heb gemaist, dus 95 graden meer geweest, dan trek ik de stekker van de verwarming eruit. Ik zet een heel klein trechtertje bovenop de maisketel en gooi daar een beetje hop in. Iets van 60 gram trouwens, ik weet niet of dat veel is voor 15 liter, maar 60 gram van die. En dat is dan Target hopkorreltjes. Dat gooi je in de mais? Dat gooi ik in de mais, dat klopt. Dat gooi ik in de mais. Die 95 graden, omdat de stekker eruit is, gaat dan weer terug naar ongeveer 85 graden. In wel anderhalf uur tijd trouwens. En dat roert dan met die hop tot mijn mais die ik kan afzuigen. Ik kan gereden. Wat hier gebeurt is dat er met behulp van stoom uit een uiteraard zelfgemaakte stoomketel, elektrisch, 3000 watt, stoom via deze slang, deze verbinding, in een netwerk gestuurd wordt. En op dit moment staat daarvan de derde klep open en dat is het derde vat. 1, 2, derde vat. Dit ligt onder een hoek, opgetild door een stok, om ervoor te zorgen dat al het oude bier wat hierin zat en de gistresten eruit gedrukt wordt en dat het dan via die rode slang in het afvoerputje verdwijnt. De stoom drukt dus heel langzaam de lucht uit dat vat. En het vat wordt nu op dit moment helemaal gevuld met stoom. Wat we nu gaan doen is dat we met een hete handschoen de onderste klep eraf halen. Dat doe je met een hete handschoen, daar heb ik nog niks anders voor gevonden. En dan begint er dus aan alle kanten stoom aan de andere kant uit te komen. Daar gaat hij. En deze sluiten we dan af en dan doen we dat in een bepaalde volgorde, zodat het vat aan beide kanten is gesloten. Er zit dus nu alleen maar stoom in, geen lucht meer. Gaat deze dicht. Ja, dan gaat hier de klep eronder uit, de schuinstandstok. Gaat eronder uit, dan geven we hem een zetje. En deze klep, de toevoerklep, gaat dicht. Dus nu is dit vat helemaal afgesloten. Er kan geen lucht meer bij. Ondertussen gebruik ik dezelfde stoom nog even om de slangen die straks allemaal deelgenoot zijn in het transport van het wort naar dit vat, allemaal even uit te blazen. Dat doen we in een bepaalde volgorde. Eerst gaan we de ringleiding schoonspoelen. De stoom daarvan gaat in het afvoervat. Dat duurt ongeveer 30 seconden. Daarna gaan we die andere, waarbij je even uit moet kijken dat het allemaal knetterheet is. Hier blaas ik de slang die door de keldertrap gaat naar het wortvat helemaal schoon. En daar komt dan uit dat gele slangetje onder. Uiteindelijk is dat de afvoerslang van die stoom. Komt dat eruit. Daar komt de stoom uit. Dit laten we ook een tijdje staan. Dit is die wortinzuiger. Die moet meedoen in het sterilisatieproces. Hij is helemaal zwartachtig. Dat is koperoxide. En dat is heel gunstig voor steriel zijn. Hier groeit geen bacterie op. Deze sluit ik op deze wijze aan. Ik sta er zelf een beetje voor, denk ik. En dan gaat deze klep daarachter. Ja, zo. Blijf maar even hier. Gaat deze klep weer dicht. Heel ingewikkeld. En dan gaat de koe verder. Dit is allemaal heel wat kilometers in de brouwerij. Dan gaat deze open. Yes. Wat er nu gebeurd is, als hij nog stoom heeft, mensen. Ja. Is dat die stoom via deze klep in die zeef, die filterhek zit, zo'n ding in het echte jargon geloof ik, wordt schoongeblazen. En niet alleen schoongeblazen, maar ook gesteriliseerd. Daar is natuurlijk al helemaal uitgespoeld, maar de laatste bacteriën die er nu in zitten, gaan nu een beetje dood.
Inmiddels zijn we een half uurtje verder. Dit vat is inmiddels weer afgekoeld. Ja, we mogen het allemaal bijna vasthouden. Dat betekent dus dat die stoom in dat vat weer helemaal gecondenseerd is. En omdat er geen lucht bij is en de stoom water geworden is, is het in feite vacuüm. Dat gaan we nu laten zien als we goed nadenken over de stand van de kleppen. Dan trekken we deze klep open, daar zit dat vacuümvat aan vast en dan zien we de meter. Ah, een zelfgemaakt vacuüm. Nou, helemaal vacuüm, 0,8. Nou, daar ben ik best wel een beetje trots op. 0,8. Dit vacuüm gaan we gebruiken om de wort aan de andere kant van de keltertrap naar binnen te zuigen. En dat doen we uiteraard met deze fantastische filterheks. Dat kost even wat montagetijd. Dan gaat de hele put eruit, de verwarming was al uit. Het roergedeelte wordt afgeschakeld. De roer via het roerarium wordt ook uitgeschakeld. En we trekken het hele deksel open. En we zien een soort vaalbruinachtige, geroerde, helemaal warme, gekookte vloeistof. Die in het vakgebied wort genoemd wordt. Grappig over wort en wort, die maak ik niet, maar die zijn er wel. We maken nu die slang die vast zit via dat systeem aan de andere kant van de trap aan het inmiddels vacuüm gemaakte vat nummer 3. Zitten we hier op vast. Ik vind dit altijd een beetje prehistorisch dat ik hiermee bezig ben, maar ja, sommige dingen zijn best nog wel aan verbetering toe. En we gaan met een antieke bako die ik vastgelast heb in één speciale stand. We zijn zuinig of we zijn het niet. Dan gaan we vastzetten. We plorken dit ding. Deze filterheks met allemaal sleufgaatjes, daar is niks nieuws aan. Hier naar binnen toe. En drukken dat met kracht op het systeem. We zetten deze klep open. En daarmee gaan we nu weer naar de andere kant. De gassen die hier ontstaan worden weer keurig afgezogen. De camera en ik moeten een soort dans uitvoeren. Hier, daar komt die. En we lopen hier langs. En nu heb ik het vat. Nog niet aangesloten, maar dat zien we wel. Dus het vat zet ik zo open en de slang die ik net heb aangesloten zet ik open. En dan horen we een heel speciaal geluid. Dit getintel. Ondertussen loopt de druk iets op, maar dat heeft te maken met de dampspanning van het hete water. Dit getintel betekent dat het water met een grote straal, sorry, de wort met een grote straal tegen de bodem van deze tank wordt gespoten. Dat is mooi. Dat is technisch gezien is dat geweldig. Ondertussen zuigt hij zich met een vacuüm van ongeveer een kwart. Oftewel, het lijkt net alsof er 2,5 meter verschil zit in het niveau van het wortvat en deze tank. De meeste mensen die ik zie op Brood TV hebben hooguit een metertje, maar hier 2,5 en dat schiet lekker op. Hier hoef ik niet bij te zeggen, want dit laat ik gewoon zo helemaal doorzuigen. In plaats gaat hij lucht meezuigen, daar ben ik niet zo trots op. Meezuigen van lucht in een hete vloeistof betekent vaak oxidatie. Maar zoals al bekend is, dit bier smaakt toch niet zo bijzonder, dus zo'n foutje kan er rustig nog wel een keertje bij. Want ik brouw makkelijk bier, niet lekker, makkelijk. De meeste mensen brouwen moeilijk. Lekker bier. Ik brouw makkelijk, niet lekker bier. Ingewikkeld, maar wie weet. Let ook vooral op die prachtige bevlekking overal. Die spinnenwebben. Geweldig, dat lijkt wel Belgisch. Ben je wel eens in het Senegal geweest? Nou, dat lijkt er hier een beetje op. Kijk, en langzaam valt het zaagje droog. Eerst die gruis die er bovenop ligt. Die ongeveer 600.000 korreltjes die ik vergeten ben te malen in de machine, die zie je ook daar bovenop zitten. En overal vlucht het vocht. Dus de eerste keer dat ik erbij blijf kijken hoor trouwens. Die breuk die hier ontstaat heeft te maken met de constructie van de filterheks. Kijk eens hoe bijna erotisch zo'n pijpje openvalt. Ik hoop de cameraman niet te veel trilt bij dit soort opmerkingen. En nu zie je hem langzaam droogvallen. En straks maakt hij een bepaald niet erotisch geluid, namelijk een soort geslurp. Daar komt hij. Hoe gaat hij die lucht meezuigen waarvan ik tussen ligt? Zeker weet dat het niet goed is. Maar ja. We gaan nu
iets heel moois doen. Terwijl heel veel mensen bezig zijn om die draf die daarin zit aan kippen, varkens, olifanten en weet ik wat te voeren. Ik voer ze aan het riool. Daar is niks mis mee trouwens. Het is gewoon organisch afval. Ik doe er een beetje water bij in. Zo. Gaat een beetje spetteren. Het water doe ik even voorlopig uit. En ook op die gepatenteerde haak die al hierin te sprake komt. Ik heb nog vroeg voorgestaan, want ik zei 1, 2, 3. Dan moet het van wel zijn natuurlijk. Dan stop ik erin. En trek hem eruit. En zit dan, waarbij die pomp even een klein zetje moet hebben, want hij heeft iets te lage. Steinmetz schakelingscondensator. En zo heb ik er in één keer uit. Dat doet hij in stukjes op een of andere wijze. Soms moet ik hem even helpen. Dan doe ik hem even aan en uit. Dan boert hij even. Ja, en dan zit hij weer vast. Ik heb alles handig gehad. Als iemand verstand heeft van steinmetz schakelen, ja, graag. Zo'n condensator die heeft een bepaalde grootte nodig. Doen. Ja, gaat die ook. Het einde van een brand. Van een branddag. Komt nog weer terug, maar het maakt niet uit. Dat spoelen we straks wel. Of straks op morgen, op de dag erop. Gewoon weg. Brouwen blijft ingewikkeld. Alleen dit is net iets makkelijker dan de normale hobbybrouwmethode, zeg ik. De wort is nog heet en die moet dan afkoelen. Ik heb geen koelspiraal nodig, ik doe gewoon beide kleppen dicht. Als je de kleppen dicht doet, ja, dan koelt dat vanzelf af. Die warmte wordt afgestaan in de kelder. En de volgende dag, zo tegen uur of 5 s'avonds, is alles weer keurig. 25 graden. En omdat het allemaal afgekoeld is en het was eerst warm, ook daar weer is een lichte onderdruk ontstaan in dat systeem. En dus gaan we de volgende dag gaan we met het kleine vacuüm, dus niet meer zo'n zwaar vacuüm, gaan we de gist via een oplossing maken uiteraard, met water even aan de praat helpen. Ik doe er geen suiker bij hoor, dat vind ik weer gezet een beetje onzin. En dan zuig ik de vloeistof, die gistvloeistof, zuig ik naar binnen toe. Zit dan in het vat. En dan hier het Walhalla. Het bier. Je ziet, het schuim zit er niet op. Maar het gaat ook bij mij niet om het schuim, het gaat gewoon om het bier. Nou zou die in principe geschikt moeten zijn voor consumptie. Tenzij ik nu door de inval. Ja, ik zou zeggen, cameraman, oordeel zelf. Als je dit overleeft. Ik zal even een glas voor je pakken. Om dat te kijken. Nou, ongefilterd. Het ruikt goed. Het ruikt in ieder geval. Kun je dat nodig vertellen? Dat was de bedoeling. Het ruikt in ieder geval goed, dit bier. Beetje zoetig. Ja, het is zoetig. Dat klopt. Juist. Het is maar goed dat er een behoorlijke bitterheid in zit. Ja, dat zit er behoorlijk in, ja. Want wat is de smaakfout die erin zit? Tannine. Toch wel. Enorm veel tannine. Nou, hier toch staat, kan ik even aanwijzen wat het allemaal is. Dit is mijn gisttrechter. Daarmee zuig ik de gist in de vaten. Dit zijn de vier vaten. En het leuke van die vaten is dat ze kunnen rollen. Dat wil dus zeggen dat die vaten zo kunnen bewegen. En dat betekent dat je dus dit voor het tappen kunt gebruiken. Dan is hij in tapstand. Bijvoorbeeld deze, ik weet niet of je de hoek om kunt. Deze is op dit moment aan tap, zo heet dat ook. En als hij omhoog staat, dan is hij uitstekend voor het afblazen van de koolzuur. En alle koolzuur die wordt verzameld in deze koolzuurverzamelbalk. En die gaat naar de koolzuurverzameltank. Ja, dan moet je er echt
helemaal omheen lopen. Denk op de ventilator die geen zeer doet. Let vooral op de puin op, want daar ben je weer trots op. Dat is, dat bruine ding, is de koolzuurverzameltank. Daarin wordt het koolzuur onder een halve bar tot 1 bar druk wordt het, opgeslagen. En wat een halve bar of 1 bar is, kun je horen aan een aantal klepjes die ik zo kan openzetten. Oei, hier heb je een heel klein klepje. Dat is een klein klepje. Daarmee kan ik koolzuur afblazen, maar het beste koolzuur afblazen is de veiligheid. En die veiligheid hangt hier, dat is een loden gewicht. Die drukt een klep dicht. Maar dat loden gewicht, dat is natuurlijk niet eindig in, oneindig zwaar. Dus op een bepaald moment gaat de koolzuurdruk, drukt de klep omhoog. En zo noemen we dat een veiligheid. Die zorgt ervoor dat er nooit meer dan 1 bar overdruk in het systeem komt. Want als dat meer zou zijn, dan loop ik langzaam gillend het huis uit. Want koolzuur is natuurlijk wel heel erg. Nou, de koolzuur zelf niet, maar je schrik je de kont uit de broek, ook zeggen. Als dat dan wel het geval is. Deze verzameling kleppen is zo ingewikkeld dat ik mijzelf toch wel eens een keer in vergis. Bijvoorbeeld als ik deze klep open doe. En ik doe deze klep open. Dan gaat er iets niet goed. Hier kan zowel water als koolzuurgas in zitten. Dus ik moet altijd verschrikkelijk goed opletten waar overal water naartoe gaat. Dan begin ik daar te spitten. Of bijvoorbeeld hier. Hier water komt niet. Het is heel ingewikkeld het systeem ligt. Vreselijk ingewikkeld. Dus je moet niet al te dronken zijn om dit systeem te kunnen bedienen. Daar zorg ik dus altijd voor. Nooit te veel bier. Want anders heb ik hier geen plezier. Ja. Ja, het is ingewikkeld, kun je het maken. O ja, wat ik natuurlijk nog vergeten ben, is dat mijn bier gekoeld wordt. Dat gebeurt door dat bier wat aan tap is, gaat via een siliconen slang in een koelkast. En in de koelkast zit, je raadt het al, een koelslangsysteem. Ingewikkelder is het niet. En dan gaat het weer, kastje dicht, dan gaat het weer naar deze tap. En dat wonder komt dus hier dan uit. Nou, zoals je ziet, geen schuim. Af en toe wel, heel vaak niet. Maar zoals ik al zei, schuim is niet echt het bier. Het gaat om het bier. Want het bier brengt het plezier. Hier een heel belangrijk tegeltje gekregen van een collega van mij. Een hele belangrijke wijsheid. Voor degenen die dyslectisch zijn of analfabetisch, komt die. Is het rond een uur of 4, dan is het tijd voor een potje bier.